Een vader met zijn pasgeboren kind op de buik of vaders die hun kinderen van school halen. Het is voor de meeste mensen heel gewoon, maar toch vindt Scala, expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam, dat vaders een nog grotere rol kunnen spelen bij de opvoeding van hun kinderen. En daarom verscheen gisteren het boek Over vaders gesproken, waarin 10 verschillende Rotterdamse vaders geportretteerd worden. Een van de 10 geportretteerde vaders is Johan Kablaar. Hij voedt zijn zoon Luca alleen op omdat zijn vrouw kort na de bevalling overleed. Die vrouw kwam met Luca's baby, 5 maanden. Die kwam naar beneden lopen en zette Luca op de bank. En dan valt langs die bank bij die tafel in de woonkamer. En dan bellen die buurman en die buurman bellen eerst de hulp en die eerst hulp kwam. Maar die constateert alleen dat is dood. Die moment, ik weet niet wat ik moet doen. Ik gewoon niet geloven, weet je wel. Vanaf dat moment was Johan zowel vader als moeder voor zijn zoon. Hij vindt het belangrijk om veel tijd met hem door te brengen. Gelezen krijg je een leesdiploma. Krijgt iedereen die leesdiploma of alleen jij? Nee, iedereen heeft hem gekregen. Alle tijd wat ik heb, vrij. Wij gaan samen naar school, wij gaan samen naar speeltuin, wij gaan samen naar zwembad, wij gaan samen naar sporten. Naar volleybal, ik wachtte daar 2 uurtjes in die kantine, weet je wel. Dus wij gaan samen naar vakantie. Dus wij zijn meestal altijd samen. Hè. Johan kreeg het boek overhandigd door schrijfster Tiana Boston Mama. Zij hoopt dat de verhalen van de 10 vaders inspirerend zullen zijn voor andere vaders. Mijn doel is eigenlijk dat het op elke keukentafel in Nederland komt te staan. Dat is een heel groot doel, maar dat wil ik wel. Want ik wil gewoon dat mensen het kunnen zien. En dat je een soort discussie of gesprek erover kan hebben. Zo kan je dat ook doen als vader. Zo kan je ook een vader zijn. Want je hebt 10 diverse manieren om een vader te zijn. Leonard Geluk, wethouder Jeugd en Gezin, wordt ook geportretteerd. Hij zou gisteren het eerste exemplaar in ontvangst nemen, maar door het onverwachte aftreden van zijn 2 VVD-collega's moest hij verstek laten gaan. Richard Scalzo van deelgemeente Noord verving hem. Ik vind het een heel goed initiatief dat er een boek is die vooral aandacht heeft aan vaders. Omdat je te vaak bij de opvoeding ziet dat vaders minder betrokken zijn dan moeders. Het zijn vooral moeders die de zorg vaak op zich nemen. En het zou in de opvoeding ook veel vaker voor moeten komen dat vaders die zorgtaak op zich nemen. Dus zo'n boek kan vaders ook helpen gewoon met een aantal tips over hoe je die zorgtaak ook goed in kunt vullen. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om op een hele makkelijke manier een soort herkenning en wat handreikingen krijgen van zo kan het ook. Ik geef altijd goede richting, weet je wel. Hoe moet omgaan met volwassenen mensen, met kinderen en weet je wel. Hij weet precies dat is die goede richting, weet je wel. Dat is die slecht, weet je wel. Elke school, dag, doei. En dan tot